Het Sultanaat Oman is een hele verrassende, bijzondere vakantiebestemming. En wie mij daar alles over gaat vertellen is Marten van Leeuwen van het verkeersbureau van Oman. Marten, Oman is misschien wel een van de meest verrassende bestemmingen. En waarom is dat? Nou ja, iedereen denkt bij Oman vaak aan een zandbak. En het heeft een heleboel zand, 80%. Ja. Maar het is 8 keer zo groot als Nederland. Meer dan 3000 kilometer aan kustlijn. Het is eigenlijk ook heel groen. Heel groen. De bergen, Jebel Akhdar, daar zijn zelfs rozenplantages. Wadis, ja, echt verrassing om de hoek. En hoe is het om zelf met een auto Oman te ontdekken? De wegwijzering is tweetalig, zowel Engels als Arabisch. En de wegen zijn ontzettend nieuw. Ja. Soms zijn ze zelfs nog beter dan in Nederland. Ja, een van mijn onvergetelijke logeerplekjes was logeren of eigenlijk heel comfortabel kamperen. Midden in de woestijn met de sterren boven me en een hele goede voorziening. Ja, er zijn een heleboel mogelijkheden. Het bekende is het Desert Nights Camp of het 1001 Nights Camp. Desert Nights Camp is echt luxe met airconditioning. Het 1000 Nights Camp heeft geen airconditioning, maar wel een zwembad. Ja, geweldige ervaring. Dus dobbelen onder de sterren. En er zijn hele luxueuze hotels. 5 sterren plus. Ja. Een bekende is de Chedi. Ja. Behoort ook tot de keten van Luxury Hotels of the World. Nou, ik duik niet, maar ik ben wel een fanatiek snorkelaar. En mijn mooiste ervaringen waren echt wel een Oman. Wonderbaarlijk onderwaterwereld. Heb je dat ook meegemaakt? Ja, ik heb ook al een aantal keer professionele duikers meegehad naar Oman. En die waren eigenlijk altijd laaiend enthousiast. Ja. Het onderwaterleven is gigantisch groot. Je hebt in Muscat mogelijkheden om te duiken. Moesandam ook mogelijkheden. Je zwemt onder water en je ziet eigenlijk altijd schildpadden, dolfijnen. Ja. Je moet je verstoppen, wil je niet iets heel moois zien onder water. Ja. Absoluut. Oman is echt een land in ontwikkeling. Er is al heel veel moois gebouwd. En ze zijn ook nog andere dingen aan het ontwikkelen. Bijvoorbeeld een convention center, geloof ik. Ja, dat klopt. Die staat gepland om in 2016 geopend te worden. Het is een gigantisch complex. Maar ze hebben ook een heleboel gebouwen die de laatste jaren zijn geopend. Bijvoorbeeld Royal Opera House. En daarnaast ook de Grand Mosque natuurlijk. Ja, moet je absoluut bezoeken. Heel indrukwekkend. Ja, het ontmoeten van de Omanis is een hele bijzondere ervaring. Het is een heel erg vriendelijk volk. Ze spreken over het algemeen goed Engels en ze zijn altijd enorm gastvrij. Eigenlijk zeg ik altijd van, nou ja, je moet eigenlijk naar Oman voor de bevolking. Ja. De mensen zijn gigantisch gastvrij en het is eigenlijk als reis in je eigen achtertuin. Ze zullen je altijd helpen. Ja. Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen verdwalen, niet meer terugkomen bij het hotel. En dat we erachter komen dat ze dus constant worden uitgenodigd voor koffie, thee, dadels. Ja. Er zijn wellicht mensen die denken dat er helemaal geen alcohol te verkrijgen is, omdat vrouwen gesluierd over straat moeten. En de werkelijkheid is anders. En hoe ervaar jij dat? Als vrouw hoef je er absoluut niet gesluierd over straat. In de moskee natuurlijk wel. Uiteraard. En wat alcohol betreft? In de hotels kun je ook een alcohol krijgen. Wil je een glaasje wijn kunnen drinken onder de sterren in de woestijn, dan moet je toch zelf een flesje wijn meenemen. Ja. Maar die kun je bijvoorbeeld op de luchthaven ook aanschaffen. Ja. En wat is de beste tijd van het jaar om naar Oman te gaan? Onze winter. Ja. Dus dat is eigenlijk september tot en met maart, april. Mm-hmm. Daarbuiten kan het ook, vooral als je de bergen ingaat. Maar dan is het in de woestijn wel wat warmer. Marten, hartelijk dank voor al deze informatie over dit zoveelzijdige land. Het is sprookjesachtig, maar het heeft ook hele luxueuze hotels. Hartelijk dank. Graag gedaan.